vraag je in een app toegang tot de camera of de foto's en wordt die geweigerd, dan komt dat omdat je waarschijnlijk op een bepaald moment gezegd hebt dat die app daar geen toegang toe heeft. Je moet dan op een bepaalde plaats toegang gaan verlenen aan die app om je foto's te bekijken. Hoe doe je dat? Je gaat naar instellingen. Bij instellingen in het rechtse menu heb je een blokje privacy. In privacy tik je op foto's en krijg je een lijst van apps die toegang hebben of toegang kunnen hebben tot je fotorol. We zien daar dat SonicPix geen toegang heeft. Dus ik zet de schuiver op groen. Zo kan je dat ook doen voor je camera. Maar we zien dat SonicPix er niet tussen staat en dat hij toegang krijgt tot de camera via je foto's. Soms heb je ook dat probleem met de microfoon. En zo zien we dat bijvoorbeeld CISO en YouTube nog geen toegang hadden tot de microfoon. Als je dat gedaan hebt, kan je terug naar je app en opnieuw proberen. En nu krijg ik wel toegang tot mijn rol.